Het voelt wel een beetje alsof je een leider bent. En het is een fijn gevoel als die dieren achter je aan lopen. Hey, dat zijn wel een beetje jouw schapen, hè? Maar niet helemaal. Hoe zit het precies? Nou, de schapen zijn van de vriendin van mijn vader Daphne. Ja. En ja, die zijn samen en dat kreeg. En toen kreeg je, zij werd verliefd op je vader en toen kreeg je er een kudde van honderden schapen bij. Ja, en ook andere dieren. En andere dieren. En wat vond je daarvan? Ik vond het wel heel leuk, ja. Natuurlijk, dat er heel veel dieren opeens waren. Ja. Ik kan me voorstellen. Want ik had nooit een huisdier eerder of zo. Oh, nooit een huisdier? Nee. En dan dit? Ja. Oh, fantastisch. Ineens zo. Ja. Daar is een schaap met heel grote horens en dat is Toef. Ik vind het heel fijn om naar ze te kijken. Je kan echt uren naar ze kijken en zien wat ze allemaal doen. En eten. Soms is het wel wat minder leuk, of als het een beetje koud is of als er een beetje regen is, dat dan, ja, dan is het alweer minder leuk. Hoeren is zeg maar ook dat je een beetje rondloopt, wel op één gebied. Hier willen ze dat het hei gaat groeien en dat de rest allemaal ertussenuit gegeten wordt. Dan doen ze dat niet met een grasmaaier, want dan is het hei ook weg. Ik vind het altijd leuk. Als schapen om me heen zitten, dan is het gewoon fantastisch. Hey, ze houden wel echt heel erg van gezelligheid, hè? Ja, heel erg. Knuffelen, heel veel. Oh, zo, ik krijg zelfs een poot. Zo, wil je aandacht of zo, hé? Hey. Nu snap ik wel wat je bedoelt met dat knuffelen. Ja. Ja. Kijk, het doet zelfs zo. En daar gaan ze weer. Het voelt niet als werk of zo. Het voelt meer gewoon voor de leuk en met schapen en zo. Ja. Ja, je, weet je, met zo'n stok erbij, het ziet er wel helemaal uit alsof je echt herder bent. Ja, ja, dat ziet er zo uit. Ja. Voelt het zo? Weet je wel, ja.